Baas naar mee naar voren. En dat moet toch nu wel heel gek lopen. Wil op 9 december niet de naam Feyenoord in Geneve in de koker zitten voor de volgende ronde Europa Cup 2. 4-2 voorsprong met nog een minuut of 13 te gaan. Vier keer zullen ze moeten scoren. Werder Bremen willen ze de volgende ronde bereiken. Taument. Larsson. Witsche. Iets te hard voor Gaston Taument. Herzog. Ottawa. Een heus. En dan gaan we toch de eerder aangekondigde wissel krijgen. Otto Rehhagel haalt Ramsey uit de ploeg. En met nummer 16 komt Marinus Besta. Een meer aanvallende speler. De plaats innemen van de verdediger. Hani Ramsey. Het is al zo druk in het strafschopgebied van Feyenoord. En nu komt er dus nog iemand bij. Overtreding, Peter Bos. Op Herzog. Terwijl we hier in de donkere ogen van Hani Ramsey kijken. Vrijtrap Basler. Jongen, jongen, wat heeft die man een werk verzet vanavond. John de Wolf had zijn verdediging uitstekend tot nu toe op orde. Neubart komt. Maar een hele doodnormale achterbal voor Feyenoord. Staat toch wel leuk daar. Drie keer Larsson, één keer Heus, twee keer Bestjasnik. Maar vooral de stand. 2-4. Feyenoord leidt in Bremen. En in dit geval met een korte ei. Geen buitenspel van Taument. Daar gaat hij weer. Gaston Taument met Wolter. Wolter legt hem neer. Geen penalty. Het zou ook wel een beetje te veel van het goede zijn geweest. Daar is hij weer. Gaston Taument. Nu dus aan de linkerkant spelend. Afgelopen zondag verslapte Feyenoord tegen Volendam. Even een korte periode. Ik kon de Volendam goed terugkomen van 4-0 naar 4-2. En die verslapping mag toch tegen dit Werder Bremen niet optreden. En daar is Larsson weer weg. Er helemaal niemand voorin, dus Larsson probeert het maar. Uit een onmogelijke hoek. Het scheelt wel seconden. Minder dan 10 minuten nog. Goeie zit mis. Maar Fraser is er ook nog altijd. Een van de eerste foutjes van Ed de Goeie. Basler mag ver komen.
Maar ik vind het nogal fantasieloos allemaal wat Werder Bremen laat zien. Het is bijna steeds die lange bal voor de pot. En hij denkt alleen maar aan zijn mandje. Teleurgestelde Werder Bremen fans. Die al richting moeder de vrouw gaan. We zullen niet blijven wachten tot het slotapplaus klinkt voor waarschijnlijk Feyenoord. En dan is de Hansestad Bremen dit jaar geen Europees voetbal meer rijken. Kijk, Ramzi kapot zitten. Larsson. Maas. Wolter zet nog eens een keer aan met Heus tegenover zich. Bešćašnik raakt de bal kwijt. Taument. Boskamp. Gebeurt niet. Taument doet het te moeilijk. Aerts. Taument. Ja, het is allemaal niet meer zo mooi de laatste minuten. Ook niet zo best. Maar nu is het echt alleen maar resultaat. Het resultaat dat telt. En het resultaat staat er gewoon. 4-2 in het voordeel van Feyenoord. Daar een mooi schot. Ik wilde zeggen doelpunt. Het schot was in ieder geval goed. Van Mirko Fortava. Gaat zo dadelijk in de ploeg komen. Maakt zich klaar aan de zijkant. En Taument zal er hoogstwaarschijnlijk uitgaan. Neubart in ieder geval nog in balbezit voor Werder Bremen. Goede mogelijkheid voor Bremen. Vreese. Huilt. Basler. Heus. 5 minuten te gaan. De verre bal op Gaston Taument. Zijn laatste actie waarschijnlijk voor deze wedstrijd. Voordat hij gewisseld gaat worden. Is een voorzet richting Larsson die niet aankomt. Taument, goed gespeeld. In ieder geval belangrijke momenten gehad. 2 keer een penalty veroorzaakt. En die voorzet waar Larsson op kon scoren. Dat eerste doelpunt. Daar is Basler weer. Meest aan de bal geweest bij Werder Bremen. Rek trouwens ook, de keeper. 4 keer heeft hij hem kunnen koesteren de bal toen hij hem uit het net haalde. Trustvol. Taument, geen buitenspel. Maar de helden zijn moe. Gaan ook niet al te veel meer mee naar voren. Het is nu echt verdedigen voor Feyenoord. Het resultaat is neergezet. En de zilvervloot
komt met alle toeters en bellen hier naar binnen gevaren. En dat is volkomen terecht en verdiend voor Feyenoord. Herzog met de knal. Ja, het lijkt af en toe wel een schietent, maar het is allemaal van heel ver. De wissel is daar. Gaston Tament gaat naar de kant. En Dien Goree is zijn vervanger. Voor de Feyenoord supporters dat ze hier nog wel een paar uurtjes moeten zitten in het stadion na de wedstrijd. Want eerst zal alles en iedereen van Bremen weg zijn. En voor die tijd zal het niet gebeuren. Hendrik Larsson, nummer 4. Nee, hij wordt nog even vastgehouden. En wat is het? Een achterbal. Feyenoord-speaker Jacques Nachtegaal meldt aan de Feyenoord supporters dat ze inderdaad moeten blijven zitten en hier het feestje moeten vieren. Nu is Bremen toch wel niet de meest opwindende stad die je kunt voorstellen. Dus veel zin om naar het centrum te gaan zal het toch niet hebben. Zeker niet met die vele honderden ME'ers die hier rondlopen. Dus het zal hier nog wel een uurtje zingen worden in het stadion, in het Wezenstadion. Maar ik denk niet dat het zoveel uitmaakt. Zij zien hun ploeg, hun Feyenoord, met 4-2, zoals het er nu voor staat, winnen van Werder Bremen. De winnaar van de Europa Cup 2 van 92. Landskampioen in 93. Dat is een resultaat van je welste. Bolter. Schultz, over. En ik ben heel benieuwd wat Willem van Aanigen vanavond te melden heeft. Als u hem kunt zien bij Barend en van Dorp. Vanaf 10:30. Samen met Jorien van der Herik. En één of twee spelers. Gelukkige gezichten. En dat alles op RTL 4 vanaf 10:30. Nog ruim een minuut, dan is de officiële speeltijd voorbij. Bij Sjasnik, ja, het is nu echt gewoon uitspelen voor Feyenoord. En ze doen dat nog netjes ook. Zonder risico, Eilts. Bode helemaal achterin. Om de ballen op te halen die hij maar niet heeft gekregen. Hier is hij aan de bal, de spits. Die niet goed bediend is vanavond. Dat geldt ook voor Bessiasnik. En dat is alleen maar de verdienste van die verdediging. Met John de Wolf, met Henk Vrezer. Orlando Trustful en niet te vergeten Arnold Scholten. Die zoveel werk heeft gedaan. Larsson, de grote man met 3 doelpunten. Goree nog even buitenspel. De officiële speeltijd zit erop. En erg veel zal scheidsrechter Pierluigi Pairetto niet bijtellen. Het is ook niet nodig. Want Feyenoord gaat zeker heel goed naar de volgende ronde van de Europa Cup 2. Dien Goree nog een keertje met Schultz. Vrije trap tegen Goree. Maar klasse wat Feyenoord hier vanavond heeft laten zien. 1-0 werd het nog wel voor Werder Bremen door Bessiasnik. 1-1 door Larsson, 1-2 Larsson, 1-3 Heus, penalty, 2-3 Bessiasnik en 2-4 Larsson. En na de 1-0 overwinning in de Kuip, deze 4-2 overwinning. Witsche, moe gestreden. Bos gaat nog een keer richting Votava. Eilts.
En nu maakt Herzog maar weer eens zichzelf heel boos. Kijk, de ogen van Geert Meijer en het duimpje. En die duim geldt ook voor de technische ploeg van Feyenoord. Herzog maakte zich weer even boos, wilde nog een penalty hebben. Brengt de bal terug bij Basler. Laatste schot van de wedstrijd is een doelpunt. Doelpunt van Mario Basler. Er staat een mevrouw voor mij, die staat op en die staat heel enthousiast te klappen. Waarschijnlijk de moeder van Mario Basler. Want hier is het eindsignaal. 3-4, het laatste schot van de wedstrijd was het doelpunt van Mario Basler. Feyenoord wint in het Hol van de Leeuw met 4-3 van Werder Bremen. Een uitstekend resultaat en op 9 december zullen we zien wie de volgende tegenstander wordt van Feyenoord. Vanuit het Weserstadion in Bremen wens ik u nog een hele prettige en vooral in Rotterdam rustige avond. Zij spelen een man met Bode aan de linkerkant en daar zijn Trustvoet spelen. Daarom hebben we voor Trustvoet gekozen, omdat hij wat meer voetbal kan brengen van achteruit. Ja. Nou, toen ging Bode automatisch in het centrum lopen en toen kwam Orlando automatisch ook weer als laatste man. En de Wolf en Vrezen namen toen de dekking over. En doen ze dat om te pesten, om jou een beetje te onderbreken, die muziek, of niet? Wat? Doen ze dat een beetje om te pesten, die muziek op de achtergrond? Dat is, ja, die moet hier ook populair zijn, Paul de Leeuw, geloof ik. Ja, ja. Die wordt dan gedraaid in het stadion. Zijn de supporters nog binnen? Zitten de supporters nog binnen, Willem? Ja, die kan ik niet zien. Oh, we zien een stadion achter je. Ruud Heus. Hallo. Hallo. Allereerst ook gefeliciteerd. Dankjewel. Jij was nogal in het nieuws bij die heenwedstrijd omdat je een elleboog zou hebben gegeven aan Basler. Heb je hem dan geraakt of niet? Ja, ik maakte hem een breed en hij liep er tegenaan, dus ja. Ja, maar je moet vragen aan Barend of je geen andere vragen hebt. Nee, wat de trainer zegt? Nee, want ik vraag dat omdat hij daarna zo lag te rollen. Was dat rollen nou wat we noemen schwalben of had hij echt zo'n last, denk je? Nee, maar je weet dat die gasten die rollen heel graag. Dus als je ze wel of niet raakt, dat maakt niet zoveel uit. Voor rollen altijd. Ja, was dat vanavond ook weer, Ruud? Nee, vanavond viel het mee. Maar ik denk dat we ze gewoon heel afgetroefd hebben met goed voetbal. Wim, jullie begonnen de eerste 10 minuten vrij moeilijk, kan je zeggen. En daarna hebben jullie heel goed gespeeld. Zat dat in je hoofd als coach of moet je dan maar op gokken dat het zo wordt? Nee, nee. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden, denk ik. Kijk, ik denk dat wij te rustig begonnen. Nou, toen maakten zij 1-0 en toen gingen we eigenlijk het spel spelen waar we eigenlijk het sterkste waren. Ja. Wat vond je eigenlijk van jou? Ja, ja. Daarom vragen we het je ook. Wat vond je eigenlijk van je? Wat vond je eigenlijk van je elftal vanavond? Geef eens een analyse. Nou, ik vond dat ze bij Vlagen heel goed speelden. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik denk dat ze nog beter kunnen spelen. En nog wat makkelijker kunnen spelen. En we maakten toch af en toe te weinig gebruik van de mogelijkheden die er lagen. En dat was eigenlijk jammer. Anders hadden we er zeker 7-8 kunnen maken hier ook. En het is nooit zo onaardig als je in Duitsland 8 kansen maakt. Nee. Dat doe je altijd wat het is, goed als mens. Wat het Willem, even, er werd op een gegeven moment, zag je dat ook, toen zij 2-3 maakten, kwamen de woorden Anderlecht op het bord daar, het scorebord. Heb je dat ook gezien? Ja, maar ik dacht dat wij Feyenoord heten. En ik denk, ik zit in een verkeerd stadion. Ja. Ik vind het meest verschrikkelijke wat er is. Maar ja, misschien weten die mensen niet beter. Dachten ze nog dat ze tegen Anderlecht aan het spelen waren. Ja. Willem, jij hebt altijd nog steeds moeite eigenlijk met het niet wereldkampioen worden in Duitsland. Is dit een soort genoegdoening voor jou? Het niet wereldkampioen worden in Duitsland, is dit voor nee, jou? Nee. Dit is gewoon leuk voor Feyenoord en voor die gasten en voor het publiek. Ik moet zeggen, als je in het begin het stadion inkomt en je ziet al die mensen zingen. Nou, dan ben ik misschien een beetje aan de oude kant, maar dan krijg ik zelfs een brok in mijn keel, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Ja. En nu horen we op de achtergrond René Vroger. Mag ik Ruud Heus nog even voorzien? Ruud Heus. De sfeer was volgens de mensen van Werder Bremen in de eerste wedstrijd heel erg gespannen in het veld. Hoe was hij dit keer in het veld, de sfeer? Ja, vrij relaxed. We kwamen er met 1-0 achter en daarna zijn we al goed gaan voetballen. Ik vond dat het heel relaxed was. Ja. Je weet dat ze een tikkie krijgen, dat ze gaan leggen rollen. Dat is vandaag niet anders. Maar wij hebben zo aardig gespeeld dat ze daar geen kans hebben voor gehad. Nee. Toen Scholten die tweede gele kaart kreeg, vroegen die spelers van Werder Bremen daarom? Ja, dat was ook het probleem. Ik denk dat Arne Daanen ook de rode kaart gekregen heb. Niet zozeer die overtreding was niet echt gemeen of zo.
Maar die speler van Duitsland die bleef zo lang doorleggen rollen. En toen gaf die scheidsrechter een rode kaart. En daarom zijn we ook met z'n allen er naartoe gevlogen om die gozer te waarschuwen. Willem, ik heb gelezen bij Feyenoord dat als spelers van Feyenoord te doen krijgen ze een boete, hè? Ja, dat is denk ik de enige keer dat ze een boete krijgen bij ons. Dan is geef, hebben ze wel eens een boete gehad, iemand bij jou, om dit soort dingen? Ga weg, Heus. Nee. Wat doet Heus? Nee, die wou me aan het schrikken maken, die keek naar me, dus die denk ik beschrikt hij, maar dat is niet zo. Schrik je gauw, hoor. Nee, maar ik vind dat het meest walgelijke op een voetbalveld als spelers elkaar probeert aan te smeren. En zeker als je ook trainers ziet langs de kant lopen, die dan meteen met hun hand omhoog lopen, dat de tegenstander een kaart wil. Ik vind het meest verschrikkelijke wat er is. Wat drink je, Ruud? Ruud, wat drink je? Een pilsje. Heb je het vandaag vaak gezien, en dat uitlokken van gele kaarten? Ja, ik heus zeg wat minder, maar ik heb het wel gezien, hoor. Ja. Tot slot. Maar hij zit natuurlijk in de wedstrijd, hij is gespannen en dan kun je ook niet alles zien. Nee. Hey, tot slot, het is voor jou bekend dat je altijd heel moeilijk slaapt na een wedstrijd. Heel laat met je spelers? Vannacht? Nou, ik hoop dat ze vroeg naar bed gaan. Hoop je dat maar echt? Hè? Hoop je dat echt? Nee. Ik vind, als zij nou een biertje willen drinken, dat hebben ze, moet ik eerlijk zeggen, dik verdiend. Want ik zit wel eens te mopperen op ze, maar toen de wedstrijd afgelopen was, toen moet ik zeggen, daar was ik toch ook wel trots. En was je geëmotioneerd? Nee, dat niet. Maar ik was gewoon trots. En wij ook? En af en toe dan zou je ze ook ondersteboven schieten, maar... Ja. Maar nou moet ik zeggen, nou hebben ze de werk echt heel goed gedaan. En toen ze naar het vak liepen met die Feyenoorders, dat moet voor een speler moet het zo belevenis zijn, dat is verschrikkelijk lijkt me dat. Ja. Zijn u nog lang op het veld gebleven, Ruud Heus? Ja, we zijn de eerste minuten vijf in de afgelopen hebben we feest gevierd met supporters. Toen zijn we naar binnen gegaan en toen zijn we echt teruggegaan, Polonaises. En we zijn helemaal uit ons dak gegaan. Dat moesten we doen, omdat we konden om in Duitsland feest te vieren. Ja, ja, Ruud, dat understatement begrijpen we. Willem, tot slot zegt dat het overwinteren in de Europa Cup is heel belangrijk voor een club. Hoe belangrijk is het dat Feyenoord weet dat ze in maart nog Europa Cup spelen? Nou, maar dat geldt niet alleen voor Feyenoord. Dat geldt, vind ik, voor alle Nederlandse clubs. Ja, nee, dat geldt, dat zegt men altijd, dat het zo belangrijk is. Wat leeft er dan bij een club als je... Ja, maar dat is internationaal, spreek je dan aan. En het zou een verschrikking zijn als Ajax de enige ploeg is die overwint het. Ja. Ik hoop altijd maar dat er zoveel mogelijk ploegen overwinteren. Want ja, dan krijg je toch weer een beetje aanzien als voetballand. En als de één ploeg nog maar in zit, een ploeg als Ajax, die automatisch overwint het. Het is niet zo dat wij... Nou, ze moeten zich nog plaatsen. Ze hebben nog één punt nodig. Ja, maar dat zal geen probleem zijn. Kijk, wij overwinteren ook wel, ook al hadden we verloren, maar... Nee, in de Europa Cup. Ja. Hoe bedoel je dat? Ja. Goed, jullie worden heel hartelijk bedankt. We komen direct nog met een aantal spelers terug. Thank you very much. It was great today. Did you expect it? Expected. I mean... We was coming here with 1-0 lead, and we know that they're gonna have a tough time to beat us. Mm-hmm. Henrik, you speak a little Dutch. Spreek je een beetje Nederlands? Ja, een klein beetje, maar niet zoveel. Oh, dus je doet het heel goed, want ik zag afgelopen dinsdag bij Henk en Harry dat je een beetje Nederlands spreekt. Dus we kunnen Nederlands met je spreken? Nee, ik hoor je niet zo goed. Jawel. Daarom kan ik niet Nederlands spreken met jou. Dat tweede doelpunt door die benen van Rek. Die zet de eerste Ramsey opzij. Ik doe niks. Nee. Nee, ja, de doelman staat met de benen een beetje breed en ja. Zie je dat op dat moment dan ook, dat hij zijn benen wijd heeft, dat je denkt, daar speel ik tussendoor? Nee, ik kijk alleen op de bal eerst en dan kijk ik op een beetje en ja, je ziet dat hij is breed staan en ja, dan moet ik schieten. Ja. Henrik, wordt het vannacht laat? Sorry? Will it be late tonight? Wat zeg je? maken jullie het laat vannacht? I don't hear what you say. Nee. Gaan we even naar Arnold Scholten, mag dat? Ja, is geen probleem. Oké. Okay. Arnold, is dit een van de beste wedstrijden die Feyenoord gespeeld heeft op Europees gebied? Nou, misschien voor een uitwedstrijd wel, denk ik. Jij gaf. Zag je al, je zag Tament gaan? Ja, ik zag hem al gaan, dus ja... Het is gewoon het moment en dus dat is eigenlijk best wel een makkelijke bal om te geven, vond ik. Arnold, Regie Blinker zei ons 2 dagen voor deze wedstrijd,
Het wordt veel makkelijker dan iedereen denkt. Wij maken heus een aantal goals. Had jij ook dat gevoel? Ja, ik denk dat iedereen dat gevoel wel had. Omdat we toch in de thuiswedstrijd ook best wel de ruimte kregen om te voetballen. En omdat we toch vrij snelle mensen en goede spelers hebben, dan kunnen we er gebruik van maken. Ja. Dus iedereen had wel dat vertrouwen dat we hier gingen winnen eigenlijk. Ja. Die tweede gele kaart, Arnold, ik weet niet of jullie nog kunnen zien zo direct. Is die een beetje aangeluld door de spelers van Werder? Ja, ik denk het wel. Ik vond zelf niks aan de hand. Hier komt die overtreding. Het lijkt nog erger dan ik in het veld dacht ik dat we allebei naar de bal trapten. En hij wilde me eerst niet geven, maar toen ging hij rollen en toen kreeg ik hem toch. Raakte hij hem wel? Ik heb hem wel geraakt volgens mij, ja. Zijn het nou inderdaad, Willem zegt dat het in het veld, Willem van Hanegem zei dat dit veld toch wel heel veel gerold werd onnodig. Is het nou inderdaad nou zo in het veld? Was die sfeer zo? Ja, ik denk dat het een beetje bij hun hoorde, dat ze automatisch gauw gaan rollen. Ik denk ook de eerste gele kaart van John de Wolf, er was ook niet veel aan de hand. En, die was slecht, ja.